Hi, welkom terug bij Boerderij in een Rijtjeshuis, waar ik met jullie deel hoe je zelf je eten kunt kweken en conserveren. Ik ben Lisa en vandaag gaan we het hebben over het nieuwe moestuinseizoen in 2023. En ik deel graag met jullie verschillende tools die te vinden zijn op mijn nieuwe website. Als allereerste de beste wensen. We hebben kerst achter de rug en nu heb ik een aantal weken rust gehad van de moestuin. En het begint nu alweer te kriebelen om alles opnieuw te gaan doen. Elk nieuw moestuinseizoen wil ik mezelf een aantal nieuwe dingen leren. En dit jaar heb ik weer een paar nieuwe voor jullie. Dit jaar wil ik me gaan focussen op het leren maken van alcohol. Het lijkt me heel gaaf om zelf cider of wijn te leren maken of andere dingen. Daar ga ik me dit jaar op focussen. En wat ik ook dit jaar anders ga doen, ik ga mijn tuin iets uitbreiden, mijn moestuin verderop. Daar krijg ik een klein stukje extra bij en daar ga ik een experiment doen dit jaar. En dat heet de Drie Zussentuin. Maar daar zal ik later meer over uitleggen. Maar mijn hoofdfocus dit jaar is om me nog meer te concentreren op het conserveren met een pressure canner. Ik denk dat dit een enorme toevoeging kan zijn voor het conserveren van je voedsel, van je oogst. En ik denk dat wij Nederlanders hier meer van kunnen leren. En ik hoop jullie in dat proces mee te kunnen nemen. Uiteraard blijf ik allemaal andere bezigheden gewoon doen. Zoals ik elk seizoen doe. Dus het kweken van mijn groenten en mijn fruit. Zoals aardappelen, bonen, tomaten, komkommers, peulen. Noem het maar op. Om hopelijk weer aan het einde van het kweekseizoen weer een volle voorraadkast te creëren. Binnenkort is het weer tijd voor mijn moestuinplan. Dus dat ik op ga schrijven en ga zoeken waar ga ik wat kweken. Wil je in de tussentijd alvast meer leren over wat een moestuinplan is en hoe je dat voor jezelf kan opzetten? Kijk dan alvast naar mijn video Moestuinplan van 2022. Of wil je meer tips hoe je überhaupt een moestuin start? Kijk dan naar de video voor 5 tips voor het starten van jouw moestuin. Dan heb je in ieder geval in de tussentijd al iets om naar te kijken. Dus dit is een beetje wat ik ga doen in het komende moestuinseizoen. Dus ik wil nieuwe dingen leren. Ik wil leren alcohol maken. Ik ga een drie zussentuin aanleggen. En ik ga me dus meer bezighouden met een pressure canner. Maar er is ook wat nieuws dit jaar, wat nu al te bekijken is. En dat is, wat ik de laatste tijd al een beetje aan het teasen was, mijn website. Mijn website heet gewoon boerderijinrijtjeshuis.nl. En ik zou graag met jullie even willen delen over wat daar te vinden is. Ik merkte vorig seizoen dat ik toch regelmatig dezelfde soort vragen kreeg. Bijvoorbeeld van, wat kan ik in deze maand nog zaaien? Hoe lang moet ik dit wekken? Waar vind ik goede informatie over pressure cannen? En nadat ik jullie heel graag wil helpen, moest ik deze vraag zo vaak beantwoorden dat ik denk, blijkbaar zijn hier veel vragen naar. Dus ik wilde voor jullie een ruimte creëren waar ik al deze informatie kon bundelen, zodat je altijd makkelijk kon refereren naar iets wat hopelijk een totaalplaatje voor jullie neerzet. Dus wat kan je daar vinden? Op de website staat een zaai- en oogstkalender, maar dan per maand. Vaak zie je achterop de pakketjes van die kleurenblokjes van dan en dan kan je het voorzaaien en dan kan je het oogsten. En online staat het heel vaak op alfabetische volgorde gecategoriseerd. Persoonlijk vind ik het dan onhandig en veel zoekwerk om te vinden van wat wil ik nu eigenlijk kweken en wanneer kan ik dat doen. Dus ik heb ervoor gekozen om een maandoverzicht te maken. Dus precies wat kan je in deze maand voorzaaien, dus dat betekent binnenzaaien. Wat kan je direct buiten zaaien of uitplanten? En wanneer kan je het dan oogsten? Dan heb je dus altijd een overzicht. Stel dat je in juni wil starten, dan kan je kijken wat kan ik doen in juni. En dan heb je een overzicht van al je opties. Dus dat is er te vinden. Ik heb daar ook een pdf bij staan, wat je kan printen, zodat je het altijd bij de hand hebt. Naast mijn zaai- en oogstkalender wilde ik graag mijn recepten vastleggen in blogposts. Dus stel dat ik bijvoorbeeld ketchup maak en ik heb daar een recept. Dan kan je dus op mijn website in mijn blogs gewoon ketchup maken intikken. Dan komt de blog omhoog. En daar vind je dan het recept
wat je allemaal nodig hebt en de stappenplannen daarvoor. Dan kan je dus, als je het zou willen maken in de toekomst, bijvoorbeeld even printen of opslaan, zodat je het makkelijk terug kan vinden. Dan hoef je niet elke keer mijn video door te scrollen als je wil weten, was het nou 1 of 2 kilo uien, bijvoorbeeld. En naast de blog en de zijkalender wilde ik heel graag zoveel mogelijk conserveerinformatie verzamelen voor jullie. Dus ik heb bijvoorbeeld voor wekken, inmaken, pressure cannen en verdrogen alle tijden, temperaturen en alle andere nodige informatie om jouw oogst veilig te conserveren. Dus stel je hebt bijvoorbeeld een leuke worteloogst, dan kan je bij mij op de website vinden hoe je het kan inmaken. Of als je het wil wekken, dan kan je zien voor hoe lang en op welke temperatuur je het moet wekken. En hetzelfde geldt voor hoe lang je het kan pressure cannen. Dus welke druk moet je hebben, in welke potten, voor welke tijd. En als laatste de temperatuur en de tijd voor het drogen om er bijvoorbeeld weer poeder van te maken. Dus al deze tijden en temperaturen zijn dus nu gebundeld bij mij op de website. En ook hier heb ik een pdf van, zodat je het kan uitprinten en dat je het altijd in je kookboek erbij kan hebben. Zo hoop ik dus een beetje een houvast voor jullie te creëren in de website. Of een plek om naar terug te gaan om bepaalde informatie te verzamelen. Of om even alleen je geheugen op te frissen van wat was het ook alweer. Op deze manier hoop ik voor jullie een overzicht te creëren over van alles rondom het moestuinieren en het conserveren van je oogst. Het internet is namelijk echt een bodemloze put aan informatie. En heel veel informatie is tegenstrijdig. En soms denk ik dat moestuinieren of conserveren ingewikkelder wordt gemaakt dan zou moeten. Natuurlijk kan je er zoveel mogelijk moeite in stoppen om het allerbeste eruit te halen. Maar ik kies er graag voor om ook een beetje wat over te laten aan de natuur. Niet per definitie omdat ik lui ben, maar ik heb wel meer te doen. Ik kan niet heel de dag mijn boontjes aaien of perfect alles onkruidvrij maken. Of de eindeloze juiste hoeveelheden aan voedingsstoffen toevoegen aan de grond. Omdat ik me druk maak over de perfecte grond. Natuurlijk zijn er heel veel elementen die jou kunnen helpen om je oogst te vergroten. Of om bepaalde dingen beter te laten werken. Maar laat jezelf niet letterlijk begraven onder alle informatie. En dat je dus stopt met het proberen of stopt met het voortzetten van je moestuin omdat je bang bent of dat je het niet goed genoeg doet. Er is niet per definitie een foute manier van moestuinieren. Dus ik hoop weer met het komende moestuinseizoen dat ik jullie hopelijk kan inspireren, maar ook dus kan laten zien dat het niet perfect hoeft, maar ook niet perfect kan zijn. Van alles gaat wel eens een keertje fout en dat is goed. Dat is oké, dat is de natuur, laat het lekker zijn gang gaan. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn website behulpzaam vinden. Hebben jullie tips? Laat ze alsjeblieft weten. En ben je nu nieuwsgierig geworden naar het nieuwe moestuinseizoen van 2023? Abonneer dan op mijn kanaal. Hier bij een boerderij in Rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende!